Welkom, vandaag gaan we het hebben over een blikschaar en het werken met een blikschaar. De blikschaar wordt toegepast bij het knippen van carrosseriedelen, plaatwerk en overige materialen zoals blik en aluminium. Hierdoor knip je het materiaal op de juiste formaat. Daarnaast worden bramen in het metaal ook voorkomen. Een blikschaar is een schaar met een soort van aanbeeldvormig mes, dat een krul van enkele millimeters uit het materiaal knipt. Dit voorkomt dat de snede in het materiaal kartels of andere vervormingen gaat vertonen. De blikschaar wordt voornamelijk gebruikt voor het knippen van dunne materialen. Met de breedte van de krul moet bij het aftekenen van het materiaal en het knippen van het materiaal rekening worden gehouden. Werk ermee in een voortgaande beweging, waarbij de bek van de schaar nooit geheel gesloten mag worden. Als je in een lengte richting stukken wil knippen, is een blikschaar een onmisbaar stuk gereedschap en is daarnaast ook geschikt voor het knippen van bochten, zonder dat het materiaal het plaatwerk beschadigt. De dikte van het materiaal wat je ongeveer kan knippen met een blikschaar is ongeveer 0,8 mm. Wil je dikker dan 0,8 met een blikschaar gaan knippen, dan gaat schijnbaar je blikschaar gewoon kapot. Hier is een blikschaar niet voor gemaakt. Je hebt natuurlijk zoals deze gewoon een blikschaar die je met de hand kan doen. Je hebt een elektrische en een pneumatische blikschaar. Ik ga nu laten zien hoe het een beetje werkt. Kijk, hier hebben we een stukje materiaal, blikschaar. En dan kunnen we eigenlijk gewoon gaan knippen. We kunnen ook in een bocht gaan knippen. Dan gaan we deze kant op. En zo kunnen we eigenlijk van alles knippen eigenlijk. Door de bocht heen, je kan rechtdoor, je kan schuin die kant op. Je kan eigenlijk alle kanten op eigenlijk. Het is eigenlijk reuzehandig een blikschaar. Nou, dit was dan het verhaaltje over een blikschaar. Dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!